Yo, wat is up mensen, Mark of Tower Dynasty hier met vandaag ook weer een nieuwe video. Nou, missie Mark natuurlijk. Ik had beloofd dat deze eraan zou komen onder de video van gisteren die super goed ontvangen wordt op het moment dat ik dit opneem. Dit is nog de avond van gisteren eigenlijk, dus voor jullie. Maar in ieder geval, doe vooral een duimpje omhoog als je dat niet gedaan hebt. Als deze video de 1000 likes haalt, zou dat enorm mooi zijn. Als deze video de 2000 likes haalt, al helemaal. Al is het maar vanwege wat we doen in deze aflevering. Nou, de titel ligt er niet om. Dat is ook het eerste waar we ons mee bezig gaan houden natuurlijk. Het eerste is SBC Player of the Month Dele Alli. Ik heb ze allemaal ingevuld. Nog niet ingeleverd, zodat je kan zien wat ik voor ze betaald heb. Het eerste wat ik wil zeggen bij dit team is de spelers, de prijzen die ik ervoor heb betaald, wel op dat moment de goedkoopste waarvoor ze er waren. Daar kun je lang of kort over doen. Ik weet dat FUTBIN andere dingen aangeeft. Op FUTBIN zijn er ook heel veel teams waar Taylor op links midden staat. Taylor is niet eens op de markt. Die kaart bestaat ze wat niet. Dus dat is gewoon al niet te doen. Dus op doel bij dit team. Keeper 8600. Sommige kaarten zijn heel duur. Sommige niet. Het is hoe het is met deze SBC. Ik bedoel, kijk. Dit is dus standaard goedkoopst. Deze hebben heel veel mensen in hun team. Maar voor de rest. Ik had geluk met twee first owners. Vincelot. Want hij is Frans, ik heb geen idee, maar deze kostte veel. Daar kunnen we lang of kort over doen, deze kostte me veel. Misschien te veel, zou je kunnen zeggen, maar stel ik krijg een League One player terug, dan is dat alweer 10k terugverdiend. Het is een all-player spec en dat is altijd welkom. Die van Spurs was redelijk te doen. Vet binnen gekeken, Bundesliga spelers, vrij betaalbaar. Dele Alli, deze kaart erin gegooid, want waarom zou ik deze in godsnaam houden als ik een andere untradable kaart van de map die beter is? Dus, de prijs zou ik natuurlijk laten zien. Deze viel mee in verhouding, zeker omdat hier heel veel mogelijkheden waren. Dus spelers niet echt geprijsfixed konden worden. Natuurlijk gebeurt dat wel eens via FUTBIN, omdat mensen kijken dan naar FUTBIN wat goedkoopste zijn. Die spelers pakken ze en die kopen ze dan veel, proberen ze winst op te maken. Maar deze was redelijk te doen. Dus deze leveren we in, dan krijgen we een premium, een jumbo premium gold pack voor. Dus een 15k pakketje is dat. Ik vind de term pakketje nog steeds kut. Pakketje, pakketten, uitpakken. Ik vind het allemaal gewoon net niet klinken. Nou, dit was een semi-dure. Ik had er een paar bij deze. Ik had Janma bijvoorbeeld, een Watford-speler. Dat scheelt nog een beetje. Paar first owner, Jagielka, offer ik graag op. Dit. Van de service gekickt, terwijl ik geen zak doe. Deze game, het maakt me moe. Het maakt me moe. Ik ben bang dat dit weer gebeurt bij de Wicked League. Ik hoop van niet. Ik dacht dat die glitch gefixt was. Maar dat is toch niet. Sneu is ook dat ik gewoon aangemeld ben bij Xbox Live. Hier, nergens eraf gekikt. En de game doet gewoon kut. Dit is gewoon echt, het is super lelijk. Ja, unable to connect EA servers. Kus mijn reet EA. Echt, oh mijn god. En het is niet eens dat er rewards er zijn, weet je wel, hier. En nu kan ik de servers weer in. Net waren er nog problemen. Toen moest ik me opeens aanmelden bij Xbox Live. En 2 seconden later kan ik er weer in. Echt, het is zo'n bijzonder bedrijf. Laten we het daarop houden. Nou, ik ga wel weer die SBC doen. Laten we doen alsof dit nooit gebeurt. Er staan 2 packs natuurlijk op me te wachten. Want ik heb die van de Spurs, had ik al gecompleted. De goals was ik mee bezig. Aspilicueta is algemeen nodig, dus daarom is die zo duur. Rambo, position convert, 6500. Sané first owner scheelt enorm. Dat was de Mid-City speler die ik nodig had. 4800, 4400, niet al te gek. Ik had Amrabat, daar wees één van jullie me op. Dus bedankt voor die comment in ieder geval. En 1200 voor Lucas Perez. Dus die leveren we in. Nog een Jumbo Premium Gold Pack of zo. Nee, gewoon een Premium Gold Players Pack is ook welkom. Engeland was de makkelijkste. Die had ik volgens mij volledig first owner. Wat bijna iedereen wel heeft. Je mocht bronzen gebruiken, je first owner. Ik gebruikte gewoon de slechtste spelers die ik had op hun positie van het land. En je ziet het. First owner tot het eind. Dus deze leveren we in. En dat betekent dat wij Player of the Month SBC Dele Alli krijgen. Nou, de meningen over hem zijn verdeeld van waar je hem moet zetten. Ik ben zelf van mening dat hij het beste is op CM met schaduw. Dat is ook precies waar ik hem ga zetten. Ik denk dat dat de beste keuze is voor hem. En ik ga eerst die packs openen. Ik hoop dat ik wat krijg. Eerst die zilveren spelers pack in de hoop. Als er iets van Milton, Keynes, Dons, dus het zou het ideaal zijn. Dat is waarschijnlijk niet het geval. Dit is Weghorst. Jezus, man. Ja. Oké, hij is niet. Ja, oké. Voor FUT is hij wel shit. Kunnen we lang of kort over doen. Frankrijk 2, Italië, Portugal 1, paar Oostenrijk dingen. Niet ideaal. En ik weet trouwens dat Arsenal gespeeld heeft op het moment dat jullie dit kijken. Hij moet nog beginnen. Deze kaart verkoopt niet. Dat is jammer. Voor de rest, ik denk niks. Misschien hij.
van Las Palmas zou kunnen. Ook niet echt, ja, niet de moeite waard om te listen. We bewaren ze in de hoop dat ze een keertje nodig gaan zijn. Eerst de Premium Gold Players Pack, 7.5k variant ervan. Ik verwacht niks, dat zou gek zijn. Het is Moes Mertens. Oké, dus verwachting is dat Mertens een upgrade krijgt. Dat zou niks boeien voor deze kaart. Leon Bailey verkoopt voor exact niks. Het is ook een waardeloze kaart. Ja, je de... Hoe kan... Waarom kan je 500 coins op hem bieden, terwijl zijn discard 600 is? Yeah, you don't fucked up. Maar in ieder geval, Mertens, zijn normale kaart, is weinig tot niks waard. Alsjeblieft. Als die nog 4000 is, dan zou het mooi zijn. 3600 bit, doen we. We listen hem voor 4000 en dan zie ik wel wat het wordt. En Napoli speelt natuurlijk vanavond, dus dat kan nog invloed hebben. Sergio zou mooi zijn als hij verkoopt. Niet echt. Nee, het lijkt er niet op. We bewaren hem voor het geval dat. Voor de rest nog... Bel, misschien Christensen. Ik heb nog nooit van hem gehoord, maar... Oké, hij ook niet echt. Dat is jammer. We doen gewoon in de club. In de hoop dat we het een keer nodig hebben. Jimenez en Jurgen Sørensen. Ik durf mijn geld erop in te zetten dat ze niks waard zijn. Jumbo Premium Gold Pack. Het is waarschijnlijk niks. Het is ook niks. Het zijn kleine flares. Het is... Menez. Oké. Niet nodig. Laat het duidelijk zijn. Berami misschien dus wel. Watford speler. Maar hopelijk... Ook niet. Nee, want hij is heel laag rated. Het komt niet uit. Hij zit niet in de meeste formules op FUTBIN ook. Dus dat is ook nog zoiets. Amalfitano allicht. Maar ook dat denk ik niet. Ja, dat bedoel ik. Oké, dat is niks. Ik bewaar deze spelers. Fitnesskaarten zijn zeker welkom natuurlijk. De engine chemistry style heb ik toevallig nodig. Nog voor een speler zo meteen. Dat gaan jullie zo zien. Oké, de laatste van de packs. Ik verwacht niks. Het zou leuk zijn. Maar het is niks. Dat is een kleine flare, dus het kan niet veel zijn. Carnesis, oké. Niet het einde van de wereld. Dat zeker niet. Wie is dit? Poch, Livaja. Dit zijn allemaal spelers uit League waar ik exact niks aan heb. Hij is de Carter Vickers. Verkoopt sowieso voor niks. Die heb je nergens voor nodig. En hij ook niet. We bewaren dit maar in het kader van wie weet hebben we het ooit nodig. Wie weet niet. Maar als het wel zo is, dan hebben we ze. Dat is het belangrijkste. En dat twee spelers verkocht, dat zal dan Mertens zijn. En natuurlijk een Zonzi, waar ik het al over had gehad. Dat brengt ons op 18.500 coins voor wat we nog over hebben. Nou, ik heb dus coins gespendeerd. En als je me volgt op Twitter, dan had ik het al aangegeven. Ja, ik heb een Legend gekocht. En die gaan we maar eens laten zien. Namelijk de main man himself. De Galatasaray Legend. Georgi Hagi. Nou... Ik kocht hem voor 399.000 coins. Op het moment dat ik een uurtje geleden op FUTBIN keek. Dat is op de woensdagavond dat jullie het kijken. Nou, althans dat ik dit inspreek. Je snapt wat ik bedoel. Verkoopt hij voor iets van 385. Dus nog lager. Hij is zelfs op een punt op de markt geweest. 356. De reden dat ik hem alsnog kocht voor 399 al. Is omdat alle legends nu zowat. En hoge rated informs in waarde dalen omdat ze niet bij de eisen passen voor de aankomende Wicked League. Het is immers zo dat je voor de aankomende Wicked League mag je maar 2 non-Premier League spelers hebben. En voor de Wicked League erna moet je of La Liga Santander spelers hebben, dus de eerste league van Spanje, of Bundesliga spelers. Dus dan kun je al helemaal geen legends gebruiken. Dus ze dalen enorm in waarde. Ik bewaarde hem voor een weekje of 3, misschien een maand. We gaan hem gebruiken. Ik kan hem volgende week niet gebruiken, dat weet ik. Maar deze weekend zei ik bijna... Dit weekend gaan we hem op cam zetten. De reden dat ik hem heb boven Lallana is de dingen die ik over hem las zijn geweldig. Goed, hij heeft betere pace dan Lallana sowieso. Dat is een welkome boost. Vierste skills en weak foot. Hij heeft geen vijfste weak foot meer. Niet het einde van de wereld. Hij heeft goede work rate. Hij heeft een geweldige longshot. Goede vrije trappen. Goed schot. Eigenlijk gewoon alles wat je wilde. En ik wilde gewoon een legend proberen. Nou, ik had Effenberg kunnen halen. In principe. Ik zeg in principe, want ik had bijvoorbeeld Griezmann moeten verkopen. Of... weet je, een ander. En daar had ik eigenlijk gewoon geen zin in. Dus dat hebben we niet gedaan. Dembele gaat eruit. Die sturen we naar de transferlijst. Die verkopen we zo dan nog. Wat we hier dan doen, het spreekt eigenlijk voor zich. Ik zet hier Dele Alli. Daar stond hij ook in mijn squadbuilder van gisteren. Dat heb je kunnen zien. En de reden dat ik hem hier zet is, als je hem schaduw geeft,
kon ze verdedigen op 80. En hij is een fantastische allrounder. Ik kan echt niet wachten om erin te zitten. Plus hij had gelijk volle teamgeest omdat hij al loyaliteit heeft. Omdat hij gepackt is. Dus dat is altijd een welkome boost. Dus dit wordt mijn weekly team voor aankomend weekend. Je ziet, past precies twee non-Premier League spelers. Namelijk Ben Yedder en Haji. De rest is allemaal wel. Walcott, Moussa, Lallana op de bank. Waarschijnlijk ga ik de helft van deze gasten niet gebruiken. Want ik wissel niet heel vaak. Maar je weet maar nooit wat ik wel of niet ga gebruiken. Dus dit is wat ik aankomend weekend word. De instructies zal ik ook even laten zien. Eigenlijk vrij bekend onderhand. Maar er is altijd één iemand die het niet weet. En dat die persoon denk ik met dit. Dus je raakt eraan gewend waarschijnlijk. Stay central and get in behind. Nee, wacht. Press back line and get in behind. Dat is wat ik op staan. Dus dat is wat ik hierop heb. Mijn camerastand is trouwens Telebroadcast. Dat is in het Nederlands misschien tele-uitzending. Ik weet niet hoe het er in het Nederlands staat. Ik heb mijn FIFA altijd in het Engels. En dan hoogte 20, zoom 0. Dat is wat ik nodig heb. Nou, ik heb gezegd, en dat ga ik ook laten zien nu, dat ik een La Liga Santander Bundesliga combo heb. En dat is dit team, om precies te zijn. Nou, er zit wel geteld één risicofactor in dit team. En dat is Keylor Navas. Dat is de enige waarvan ik... Sorry voor mijn stem trouwens even. Dat is de enige waarvan ik zeg... Dat kan misschien een probleem worden. Dat zeg ik omdat hij niet de allerlangste is. Nou, waarom heb ik hem nog niet gekocht? Ik wacht tot iets na de rewards. Hij kost weliswaar nog maar 7k. Maar voordat hij zwaar is, speciaal toen was hij rond de 4k. Dus ik hoop dat met rewards het nog iets omlaag gepusht wordt. Ook al worden er nu natuurlijk veel packs geopend omdat Team of the Week net uit is. Hetzelfde geldt voor Socrates, is nog een Team of the Week. En Kroos omdat hij Real Madrid speler is vanwege de hype. Nou, Griezmann krijgt dus nog één run in het team. Dat is voor volgende week. Ik twijfel misschien nog als ik in mijn rewards. Want ik zal laten zien wat ik in mijn club heb. Als ik in mijn rewards een spitspack die nog past in dit team. Dan verkoop. Oh, dan moet ik niet naar Transfer Market. Dan verkoop ik alsnog Griezmann volgende week. De hype zal immers groot zijn voor hem. Ik weet niet wie hier zou passen, eerlijk gezegd. Want dan moet ik kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Asensio, dat zou kunnen. Nee, dat zou niet kunnen voor Volkem. Want dan haalt Latsa sowieso geen volle teamgeest. Wat wel, kijk, want dan, als ik het nog goedkoper zou willen doen, dat zou een risico zijn voor de resultaten. En dat ga ik dus niet doen. Dan zou ik, nee, dat zou ook niet kunnen, want dan zou Ben Yedder niet eens Volkem halen. Dus dit kunnen we niet eens doen, al zouden we het willen. Dit is beter voor de teamgeest. Plus Latsa, zoals ik er straks zei van de motorcurrency stijl. Die krijgt de motorcurrency stijl, dat boost hem. Want ik vroeg jullie op Twitter. Wat vinden jullie de benodigde pace voor een sentiment? Heel veel van jullie kwamen, het meeste voorkomende antwoord was 70+. Zei dat 70, 75 of 80. Dus motor op beide, heb ik ook een filmpje gekeken, is goed voor een stat. Latsa heeft de meest ongelofelijke statistieken qua longshots en positioning. Dus dat is een heel interessant. Ook was zijn eigenlijke finishing is 45. Maar de longshots en shot power zijn geweldig bij hem. Kroos, als je FIFA 14 hebt gespeeld, dan weet je precies waarom. Kroos, ongelooflijk. Plus, met de manier waarop ik nu speel, iets rustiger, pace minder nodig, maar wel heel goed in balbezit, kan Kroos heel erg welkom zijn. Ben Yedder gaat in de spits. Ik koop nog een andere campstyle voor hem. Ik denk persoonlijk aan Jager of Havik. Eén van die twee wordt het. Qua campstyle zal ik nog gaan gooien. Schaduw. Hij gaat anker krijgen. Hij gaat schaduw krijgen. Ruggengraat op rode op advies van Matthijs. Kroos. Sniper, denk ik. Sniper of Marksman wordt één van die twee. En Ben Yedder, Jager of Havik. Dat is dus wat ik in gedachten heb voor dit team. En dat is het, denk ik, tot nu toe. Natuurlijk sta ik open voor verandering. Ik kan de hele achterste linie Bundesliga maken natuurlijk als ik wil. Immers had ik hem voor 3500. Ik zou hier winst op kunnen maken als ik zou willen. Dat was een open bid namelijk, puur toeval. Of hij is gedaald, dat zou ook kunnen met Anker. Ik heb geen idee op dit moment. Keylor Navas, snap ik dat veel mensen zeggen, Mark, dit gaat je resultaten kosten. Dat kan ik begrijpen. Dus laat vooral suggesties achter in de comments voor wat dit trio nog zou kunnen worden naar jullie mening. Dan ben ik zeker benieuwd naar Inform Hector, een Duitse centerback en dan Leno of zo zou zeker kunnen. Of Vaarman. Ben ik zelf geen fan van Vaarman, omdat zijn kicking niet heel hoog is. En ik vind dat persoonlijk heel belangrijk, zeker bij mijn manier van spelen. Maar laat mij vooral weten wat jullie dus denken in de reacties. Wat betreft Haji dus, ik ga hem een maandje ongeveer bewaren. Ik ga wachten tot zijn prijs weer stijgt, zoals dat met alle legends het geval zal zijn. Voor de duidelijkheid waarom hetzelfde dat alle legends heel laag waren. Effenberg verkocht op een gegeven moment maandag voor 456k.
Dat is absurd laag voor hem. Dat is absurd laag. Dus we gaan een tijdje wachten met Hartje. Het is fijn om een linksboot hier te hebben. Gezien mijn manier van dribbelen en dergelijke. En hoe vaak het uit lijkt te komen. Althans, als je veel met je Mark-afleveringen kijkt. Dan heb je en je ziet de goals die Lallana scoort. Dan zie je hoe vaak ik met zijn weak foot score. Wat zijn linker is. Dus Hartje op links met de kanonsgoals die hij in zich heeft. Ik ben benieuwd. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik twijfel nog of ik hem misschien motor zou geven. Havik boeit me geen ster voor hem. Ik bedoel, zijn fysiek bevat geen statistieken waarvan ik denk ze nodig te gaan hebben. Behalve zijn stamina, die is prima. Dus ik weet nog niet of ik het op Maestro hou met hem. Voorlopig denk ik van wel. Maar laat me vooral weten dus wat jullie zouden veranderen aan mijn andere team. Aan mijn huidige team. Ik kan winst maken op sommige. Ja, daar ben ik me van bewust. Maar ik voel daar geen behoefte toe tot nu toe. Ik heb nu maar zo dat ik in mijn club heb qua BPL. Is niet gek veel op dit moment. Het zijn een paar spelers. De meeste zouden niet eens verkopen op dit moment. Dus het maakt me niet heel erg uit. Fernandinho is natuurlijk altijd een optie. Maar als je kijkt naar wat ik nu hier heb staan. Dan is het een meer dan aardig team. Waar ik hoop elite mee te halen. En ik hoop dat jullie erbij zijn dit weekend. Om alle voortgang te kijken. Laat me ook vooral weten wat jullie gaan gebruiken qua team. Misschien kan ik wat leren van jullie. Dat is immers het punt van deze serie. Als je op dit punt nog kijkt trouwens. Ik waardeer het enorm. Want ik kan me beseffen dat het vele geplaatst voor sommigen oninteressant is. Als je op dit punt nog kijkt. En je bent een algemene kijker die zich afvraagt, wat is nou eigenlijk nog steeds het doel hiervan? Het doel hiervan is gewoon hoe ik de ideale footclub zou opbouwen zoals ik dat zie. De voortgang en de fouten die ik daarbij maak, waar jullie van kunnen leren. De speelstijl en dergelijke. Of de, beetje de nieuwe dingen die ik merk, waar jullie wat aan hebben. Zodat wij allemaal zo goed mogelijke fut kunnen hebben dit jaar. En de reden dat ik trouwens, dat is het laatste wat ik even wil adresseren. De enige reden dat ik zoveel fut champs doe, is omdat het meer bij mijn stijl van YouTube op dit moment past. Meer een Road to Glory-achtige zin. En de reden dat FUT Champs voor mij dus nog zo heel veel zin heeft, is omdat ik heel erg competitief ben, telkens steeds veel hoger wil eindigen. En voor mij heeft dat nog nut, omdat ik niet zomaar elke goede speler kan kopen. En met rewards kan dat hopelijk sneller. Dus dat is de reden dat. Hopelijk duurt deze video niet al te lang. Ik heb geen idee op dit moment, maar als het wel zo is, mijn oprechte excuses. Ik dank jullie wel voor het kijken en ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe video. Joejoe. Ik bedoel, mogelijk overmorgen.